Het blijft stormend in huizen Kardashian en Jenner. Niet alleen Khloe Kardashian zou bedrogen zijn door haar ex-vriendje Tristan Thompson, ook het vriendje van halfzusje Kylie Jenner zou een scheve schaats gereden hebben. Rapper Travis Scott, de vriend van Kylie Jenner en vader van hun dochtertje Stormy, annuleerde amper 3 uur voor aanvang zijn Astro World. Visio over een herenconcert in Buffalo in de stad New York. Officieel omdat hij ziek is, maar daar geloven Amerikaanse media niet veel van. Volgens Entertainment City TMZ heeft Scott Jenner bedrogen en wil hij thuis blijven om zijn relatie te redden. Een bron uit de entourage van de rapper heeft het nieuws bevestigd, maar het management van Scott ontkent voorlopig alles en houdt het op ziekte. Ook Kylie Jenner en de twee hebben de laatste jaren een woelige periode doorgemaakt, maar daar leek met de geboorte van Stormy in februari 2018 een einde aan te komen.